Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij de allereerste aflevering, de allereerste aflevering van mijn gloednieuwe serie Mannen lezen de vrouw. De vrouw is een blad van de Telegraaf wat elke zaterdag meekomt met de krant De Telegraaf. Staat er trouwens ook boven, elke zaterdag bij De Telegraaf. Zo te zien is dit blad ingedeeld in drie delen. In vier delen eigenlijk. Persoonlijk, mode en beauty en lekker leven en dan verder. Nou, prima. Deze uitgave gaat over sterke vrouwen, vrouwelijke krachtpatsers. Op de voorkant staat een citaat van Jilly, waarin staat, ik wil dat ze worden gestraft. Er staat mode, bikinis en badpakken. Er staat een citaat van Olkay Gulsen. Ik hoop dat ik hem nu één keer tussendoor goed heb uitgesproken. En dat citaat is, het leven is geen sprookje. En verder staat er nog, opgebiecht. Na de bruiloft werd alles anders. Erger je trouwens niet te veel aan de muur achter mij. We zitten midden in de verbouwing. Hiernaast is de badkamer die verbouwd wordt. En er zijn per ongeluk een paar gaatjes in de muur gekomen. Blijkbaar heb je op de allereerste pagina een inhoudsopgave en een stukje van de hoofdredacteur. Die vertelt waar deze uitgave van dit blad deze week over gaat. En er staat boven, dit nummer staat in het teken van sterke vrouwen. Nou, ik denk zelf dat het bij sterke vrouwen gaat over vrouwen die belangrijke functies hebben. Bijvoorbeeld een minister die toevallig vrouw is. Iemand die minister-president wil worden die vrouw is. Nou, even verder lezen. Het gaat over vrouwen die letterlijk sterk zijn doordat ze enorme gewichten kunnen tillen. En benoemd zijn tot de sterkste en fitste vrouwen van ons land. Oh, het gaat dus over echt sterke mensen. Echte sterke mensen. Echte sterke mensen. Echte sterke mensen. Nee, Harmen. Het gaat hier over echte sterke mensen. Oh, haha. Nou, terug naar het onderwerp. Sterke vrouwen. Ik heb daar respect voor. Want daar moet je niet alleen veel voor doen, maar ook veel voor laten. Nou, vind ik best wel... Ja, dat is ook zo. Als jij wil boksen tegen een andere YouTuber, dan moet je daar veel voor doen, veel oefenen. En je moet er ook veel voor laten. Even dat biertje en dat soort dingen. Ja, ik snap dat eigenlijk wel. Nou, één artikel wat meteen mijn aandacht meteen trok. Daar staat boven het sterke geslacht. Nou, dan weet je natuurlijk al waar het over gaat. Maar het is wel de vrouw. Dus we zijn even benieuwd waar het dan precies over gaat. Oké, mannen mogen dan roepen dat zij het sterkste geslacht zijn. Wij weten natuurlijk beter. Oh, gaat het echt die kant op? Het gaat echt die kant op. Nog steeds leven vrouwen langer. Ja, en dat komt er natuurlijk door dat mannen zwaarder werk verrichten. Er is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat een bouwvakker gemiddeld 7 jaar eerder doodgaat dan iemand die werk doet achter een computer of een laptop. En bovendien, ik dacht dat we het hadden over sterke vrouwen. Mensen die echt gewichten kunnen tillen. En niet over wie het langst blijft leven. Mannen zijn net Ferraris. Ze rijden wel hard, maar staan ook vaak aan de kant. Vrouwen zijn als degelijke Mercedesen. Minder stijl, maar wel betrouwbaar. Zo is het maar net. Oké, dit moet ik even om me laten inwerken. Dus een man is een Ferrari. Maar die staat soms aan de kant. En dan heb je nog zo'n Mercedes. En die blijft het altijd doen, maar die gaat niet zo snel. Kan iemand dat in Paint voor mij tekenen? Dan staat er nog een artikel met stoere krijgsters. Het ging over een jubileum, omdat vrouwen 75 jaar lang bij de krijgsmacht zijn. Want in 1944 kwamen de allereerste vrouwen in het leger, eigenlijk als een soort hulptroepen eerst. Omdat heel veel mannen gingen naar Berlijn, die gingen daar werken. En de vrouwen die kwamen toen in het leger.
Er is maar weinig dat deze powervrouwen leuker vinden dan sporten. En dan het liefst zo zwaar mogelijk. Letterlijk. Ina, Belinda, Sanne en Marion zijn echte krachtpatsers. Nou, dat kan natuurlijk. Laatst vroeg ik me dus af. Daar heb ik even een studie van gemaakt, hè. Ik vroeg me af, waarom heb je vrouwenvoetbal en mannenvoetbal? En waarom zou je niet zeggen, het Nederlands elftal bestaat uit vrouwen en uit mannen? En toen kwam ik erachter dat uit het onderzoek bleek dat als in het Nederlands mannenelftal ook vrouwen mee mogen doen, dat er dan nog steeds alleen maar mannen in het elftal zouden staan. Omdat vrouwen die lange uithoudingsdingen niet aankunnen. En dat vond ik best wel interessant. Want het lijkt mij juist leuk om voetbal te zien met mannen en vrouwen door elkaar. Dan heb je niet in ieder geval 2 avonden per week waarin de hele eerste zender wordt opgeslokt door 90 minuut lang durende voetbalwedstrijden. Ik bedoel, ik ga toch ook niet naar Ajax Tottenham? Dan heb je dus de 4 portretten van Sanne, Marion en Ina. De bovenste zin bij Sanne is: in de sportschool deed ik wat aan fitness. Dat klinkt echt als iemand die elke zaterdag daar 's ochtends om 8 uur stond om te gaan sporten. Zo van, ik deed wat aan fitness. Dan heb je Marion. Marion zegt, ik heb heel lang aan bodybuilding gedaan. Dan heb je ook nog Ina. En die zegt, ik ben altijd goed geweest in sport. En werd bij gym stevast als eerste gekozen. Die doet wel pijn hoor. Ik ben bij gym en bij voetbal. Waar ik voetbal heb ik jaartje op gezeten. Werd altijd als laatste gekozen. Altijd als laatste. Bij judo trouwens wel altijd als eerste. Maar dan denk ik ook de powervrouwen die hier genoemd worden. Dat zijn natuurlijk mensen die eten alleen maar sla. Of zulke smerige groenten, shakes. Die zouden nooit zomaar een ijsje eten of zo. Ik bedoel, ja, ik zal eens even een leuk zinnetje voorlezen. Ook ik snoep wel eens. In Amerika verkopen ze ijsjes met pindakaas en chocolade erin. Zo verslavend. I'm done. De ware liefde. Ik vind het zo kinderachtig klinken. Net als beste vriendin. Dat is meer iets voor pubers. Toen ik 16 was, geloofde ik daarin. In het sprookje met als slot, en ze leefde nog lang en gelukkig. Beste vriendin. Ja, ik herinner dat wel altijd, dat je dan zelf eindelijk denkt van, ja, ik heb gewoon een paar vrienden. En dat dan op school het gewoon is, of als je met jongere kinderen vraagt, dat het is, is mijn broer jouw beste vriend? Voor iedereen die ook altijd dit soort bladen leest, hoe je het interessant houdt als je die interviews leest met pagina na pagina na pagina. Allemaal interviews met vragen die dik gedrukt zijn en dan niet dik gedrukte antwoorden. De truc is dan gewoon, je houdt je hand op de vraag en je gaat het antwoord lezen. En dan ga je denken, wat zou hierbij de vraag zijn? Dus we gaan even met jullie een kort quizje doen. 1. Antwoord 1 is nee, punt. Ik heb het 15 jaar gedaan, waarvan 12 jaar met veel succes. Welke vraag hoort hierbij? Is dat A, koken, vraagteken? Is dat B, bodybuilden, vraagteken? Is het C, autorijden, vraagteken? Of is het D, kleding ontwerpen, vraagteken? Laat het nu achter in de reacties. Autorijden zal het sowieso niet zijn. Oké, en dan nog even een bonusvraagje voor de kijkers. Even, ik lees weer 2 zinnen van het antwoord voor. En dan mogen jullie de vraag raden. En het is een open vraag. Oké, het antwoord is, ik heb Twitter van mijn telefoon gegooid. Ik hoef niet te lezen dat iedereen mij een vindt. Zo. Oh, ze hebben hier ook een prijsvraag. Oh, dat is leuk. De vraag is, wie is de geestelijke vader van Nijntje? Wow! Is dat A, Willy van der Steen, B, Dick Bruna, C, Hergé, of is dat D, Jan Kruijs? Bel uw antwoord gratis door naar 0800
5034. Nou, dan heb je nog een hoop pagina's met gewoon foto's van vrouwen. Nog meer vrouwen, nog meer vrouwen. Oh nee, dat is gewoon reclame. Dan staat er ook nog bij hoe duur alles is. Dat is wel handig, dat als je je precies zoals een model wil kleden, dan weet je tenminste hoe duur het is. Er staat ook een reclame bij, die gaat over Villa Venendal. En toen dacht ik opeens, hey, dat ken ik. Want daar heb ik een keer geslapen. Dat was in haar en Frodo vlog. Ik laat nu van die Frodo vlog wel even een stukje zien. Ik ben nu aangekomen in een beetje een enorme witte wereld. €129 per persoon. Bubbles and Bites bij Bubble Beach aan de kust van het Veluwemeer. Wow, dit is zo'n tongbreker. Bubble and Bites bij Bubble Beach aan de kust van het Veluwemeer. Probeer dat maar even 4 keer achter elkaar te zeggen. Dan heb je nog 1 pagina met gewoon allemaal foto's door elkaar van verschillende groottes. Even, dit is een soort de Instagram voor alle mensen die niet retarded zijn. Dan staat er ook nog een artikel dat heet Retourtje Paradijs. En dan denk ik, nou, stel je voor, je kan een retourtje boeken naar een paradijs. Zou ik liever een enkele reis willen hebben. Want als je dat retourtje boekt, dan betekent het dat je daarna weer meteen wordt gedegradeerd naar niet het paradijs. Zweedse gehaktballetjes. Geïnspireerd door Astrid Lindgren. Jongens, willen jullie weten wat het recept is? Ik giveaway het vanavond op mijn Instagram. Volg mij hier op Harmen Frodo YouTube. En dan is er nog een rubriek die heet de rubriek heeft geen naam. Maar daar staat boven, in deze rubriek kunt u anoniem uw geheimen delen. Deze keer biecht een lezeres op dat ze nooit had moeten trouwen. Nou, vind ik eigenlijk wel een mooie. Oh, de rubriek heet Opgebiecht. Nou, vind ik wel eigenlijk een mooie soort cliffhanger. Willen jullie nou weten waar dat over gaat? Kijk dan volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouw. En dan is er nu nog 1 ding wat ik jullie kan zeggen. En dat is, hey! Sinds het eind en het begin. Maar het enige plek waar dat eigenlijk gebeurde, maar was de allereerste video. Wist ik hoe je, ik wist een hele hoop in ieder geval eigenlijk. Dit is weer typisch zo'n blooper.